Als je over voedsel praat in Nederland, moet je hier zijn. Ede wil foodstad zijn. Dat betekent dat we eigenlijk heel veel inzetten om dat ook echt te laten zien. We kijken heel breed. Van eten is niet zomaar het inkomen van een bedrijf. Het is ook gezondheid van mensen. Ik ben vandaag in Ede, in het hart van de Food Valley. Een internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van voedselproductie. En Ede heeft een heel ambitieus plan. Iedereen gezond en duurzaam voedsel. En dat begint natuurlijk bij de jeugd. Congratulations Ede, with winning the Milan Pact Award. Together with our Digital Food Inspiration magazine and our outdoor festival Food Unplugged, we already worked with you successfully for years. This sign of appreciation is great because it shows that you are on the good way, that we take giant steps to get food on top of the agenda in order to improve the food systems in the world. Thank you very much. Keep up the good work and once again, congratulations. Hoi, ik ben Ika en ik ben vandaag in de gemeente Ede voor de Food Battle. Want ik ga op zoek naar mensen die misschien nog wat kliekjes in huis hebben. Wij gooien met z'n allen namelijk per huishouden gemiddeld 50 kilo per jaar aan voedsel weg. En dat is natuurlijk veel te veel. Omgerekend 150 euro per jaar. En ik weet dat je daar wel wat leukere dingen mee kan doen, dus ik ben enthousiast. De levensduur van mensen wordt heel sterk bepaald hoe je eet en hoe je beweegt. En daar kan je platweg gezegd jaren aan toevoegen in goede gezondheid. Dus wij zijn heel erg gefocust om die voeding een veel belangrijke plaats te geven. En dat lukt ons niet als ziekenhuis alleen. Daarvoor moeten we samenwerken met andere partijen. En dat onderbouwt dan met de wetenschappelijke kennis die Wageningen ons biedt. Kunnen we echt iets betekenen, we kunnen iets veranderen in onze wereld. Wat hebben jullie hiervan geleerd en wat vond je het leukst? Wat we hiervan leren is dat je goed zorg draagt en dat je ook voorzichtig doet met de spullen van de plantjes. Kijk wat je met minimale middelen kan bereiken. De kinderen vinden het leuk en ze leren ontzettend veel. Door structureel voedselonderwijs is ieder kind in Ede voedselvaardig. Dus de gemeente helpt de boeren om met andere ogen naar hun bedrijfsvoering te kijken. Zodat misschien een switch meer geld oplevert. Ik vind het geweldig. De gezondere leefstijl is voor iedereen natuurlijk van belang. Maar bij ouderen, ja, het is een kwetsbare groep. Dus het is wel heel belangrijk dat mensen goed voorgelicht worden. En dat is voor de kwaliteit van leven, denk ik, van hele grote waarde. Als ze merken doordat suiker beter geregeld is en dat ze wat afvallen doordat ze meer bewegen. En ze zijn daardoor minder benauwd, dan heb je iets gewonnen. We hebben samen met de gemeente bekeken of er mogelijkheden waren om de mensen uit Kernhem met elkaar te verbinden. En het verbinden door met elkaar een moestuin neer te zetten, waarbij gezonde voeding en educatie voor kinderen heel belangrijk is. Dit soort wijkinitiatieven worden echt omarmd en er wordt aan alle kanten meegewerkt om iets moois neer te zetten. Ik ben heel blij dat de gemeente Ede ook bij de alliantie aansluit. Ik denk dat mensen veel meer baat kunnen hebben door bijvoorbeeld als ze ziek zijn nog minder medicijnen te slikken en meer met voeding te doen. Omdat je echt ziekte kan voorkomen. En er zijn heel veel studies die laten zien, zeker diabetes, hartvaatziekten, dat je met voeding en leefstijl echt 80-90% zou kunnen voorkomen. In dit ziekenhuis bepalen de patiënten zelf wat ze eten en op het tijdstip dat ze graag willen. Maatwerk dus. Optimaal voor hun herstel. Als je over voedsel praat in Nederland, moet je hier zijn.